Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe kerstaflevering. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met deze prachtige, mooie, grote lantaarn. Een biolit schaal, erg makkelijk in gebruik en je zult zien dat het zich heel mooi in het bloemstuk past. We gaan namelijk een heel apart, sfeervol bloemstuk maken. Hè? Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je toch van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uolijbloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen! Mocht je het leuk vinden, kan je me ook volgen op Facebook en Instagram. Daar deel ik heel veel extra kerstinspiratie en dat willen we natuurlijk in deze tijd. Maar vandaag gaan we dus aan de slag met deze mooie lantaarn. Je kan hem later na de kerst ook heel leuk weer gebruiken door er gewoon een kaars in te doen. Dat is natuurlijk altijd leuk. Maar vandaag gaan wij het even anders dan anders doen, zoals jullie wel misschien wel van mij gewend zijn. Ik heb dus de Bio Oasis Biolit schaal gebruikt. Zoals jullie aan mij kunnen merken is het wel een van mijn favoriete ondergronden van Oasis Bio. Omdat ik hem gewoon heel makkelijk in gebruik vind. En je kan er heel veel kanten mee op. In grote bloemstukken, kleine bloemstukken, op schalen, op frames. Je kan ze echt overal voor gebruiken. En vandaag gaan we hem dus hierop gebruiken. Want hij valt er ja, net eigenlijk mooi stevig in. Waardoor we echt daar een mooi bloemstuk in kunnen maken. We gaan mooie ja, sierlijke vormen maken. Dus ik ga gauw beginnen. Allereerst, voordat we gaan beginnen, heb ik hier een licht snoertje. Die doe ik in het frame. Dus ik haal eventjes de schaal eraf en dan doe ik deze erin. En ik laat het kastje er wel buiten hangen, zodat je hem weer makkelijk aan en uit kan doen. Maar zo hebben we binnenin ook lampjes en dat vind ik echt een leuk sfeertje geven. Vooral als het wat donkerder wordt nu 's avonds. Willen we toch gezelligheid en op deze manier creëer je eigenlijk heel makkelijk gezelligheid. Zonder dat je echt kaarsjes of wat dan ook aan hoeft te steken. Gewoon even het lampje aan en uit doen. Lekker makkelijk, houden we van. En dan kan je de schaal er weer opzetten. En dan heb je het kastje er zo aan de buitenkant. Dan kan je die aan de achterkant doen. En dan kan je hem gewoon daarmee aan en uit doen. En dat geeft dan een heel leuk sfeertje. Ik zal eventjes de lamp uit doen. Dan kan je zien wat het doet. Kijk, zelfs zo is die echt prachtig. Ja, de lantaarn is op zich al erg mooi. Maar zo met die lampjes erin maakt het natuurlijk gezellig. Nou, als je dan ook nog eens een mooi bloemstuk bovenop hebt. Ja, dan kan het natuurlijk niet misgaan. En heb je gelijk een hele mooie eyecatcher. Dan heb ik hier wat takken met pinusgroen. En die leg ik eigenlijk trapgewijs bovenop elkaar. Daar doe ik even een dik ijzerdraad tussen. Daar zie je niks van weer, maar dan kan je hem straks iets makkelijker buigen. En daaromheen maken we een wikkeling met wikkeldraad. En dat mag mooi stevig, zodat hij een beetje flexibel wordt als het ware. En daardoor kunnen we mooie vormen gaan maken. Dus ik leg eerst het ijzerdraad er een beetje tussen. Dan pak ik het wikkeldraad en dat wikkel ik er dan mee in. En je kan hier zelfs ook mee spelen, want je kan ook dikkere, dat je het in het midden dikker maakt dan aan de buitenzijde. Dat is net wat je zelf leuk vindt. En ja, daar kan je gewoon heel veel leuks mee doen, dus oefen daar gewoon lekker mee. En door het wikkeldraad wordt hij ook al wat meer flexibel, maar door dat ijzerdraad erin te doen nog even iets extra. En dat wikkel je helemaal door. En als je dan het kerstgroen, laten we zeggen, op hebt, het groene, dan leg je er weer een nieuwe tegenaan. En dan wikkel je gewoon verder. Kijk, en zoals je ziet kan je dan eigenlijk gewoon vormen maken. Dus je kan daar eigenlijk mooi mee spelen. Heel erg leuk. En dat kan je ook met ander kerstgroen doen. Dus ik maak meerdere van dit soort wikkelingen. En je kan het ook leuk met berengras. En dit doe ik dus ook met wat berengras. Leg ik hem ook gewoon in het midden.
En dan wikkel ik weer omheen. Nou, we hebben dus een hele mooie basis gemaakt. Je kan dus zelf bepalen hoe ver je en wat voor vorm je wil gebruiken. Je kan het ook langwerpig doen, hè? Ook heel erg leuk. Kunnen we ook nog een keer doen, maar ik ga het nu op deze manier doen. Let op dat je met ijzerdraad of even een draadhang gebruikt of een alles knippen, maar niet je snoeischaar. Echt zonde van je snoeischaar. Deze kan je gewoon bovenin insteken en je kan de vormen maken zoals je zelf wil en zelf zo steken zoals je zelf wil. Maar ik vind het leuk als het iets een beetje naar beneden heen gaat. De lantaarn heeft de lengte, dus dat is dan juist wel heel erg mooi. En ik doe het een beetje rondomheen. En je kan het eigenlijk ook zoveel doen als je zelf mooi vindt. Let wel op, je hebt natuurlijk geen onbeperkte ruimte in jouw steekschuif. Leuk om iets meer in de hoogte te doen. Kijk hoe apart dit al lijkt. Al helemaal leuk. Ik vind het al helemaal geweldig. Het is ook mooi om wat pinus nog los erbij in te steken zonder dat je die gewikkeld hebt. Het andere wat we natuurlijk gestoken hebben is wat flexibeler. En ik steek er ook wat korte kerstgroen in. En zoals je kan zien kleurt de bio-lidschaal eigenlijk best wel mooi mee met het bloemstuk. Omdat je ook een beetje dat jute erin hebt, een beetje dezelfde kleur. Dus helemaal niet storend. Je kan het ook wegwerken met mos als je dat mooi vindt. Maar het hoeft eigenlijk niet, omdat de basis is gewoon heel natuurlijk. Kerstgroen. Steek er gewoon mee tussen. En dit doe ik wel iets korter. Dan hebben we al een hele mooie basis van kerstgroen. En dan kan je hem eigenlijk gewoon decoreren zoals je zelf leuk vindt. Ik vind het heel mooi om dit stuk een beetje in dezelfde kleurtint te doen als het frame. Ik gebruik ook mooie houten kerstballen die er mooi in kunnen. En het leuke is, dat omdat je nu die baas hebt gemaakt, die kan je er gewoon zo in hangen. Dus je kan weer eigenlijk zo versieren zoals je het zelf leuk vindt. Ik heb nog wat andere leuke dingen om erbij in te doen. We hebben in ieder geval een hele stoere en mooie basis, maar wel heel sfeervol. Ik vind in kerststukken verse bloemen gewoon echt heel erg mooi. Je ziet ook heel vaak kerststukken waar geen bloemen in zitten, maar ik vind bloemen maken toch heel vaak wel heel veel af. Dus ook hier doe ik even wat verse bloemen tussendoor. En dat is ook handig natuurlijk als je zo'n biolidschaal gebruikt. Dan kan je gewoon verse bloemen combineren met echt kerstgroen. Ik gebruik wel weer neutrale kleuren, maar dan kan je natuurlijk ook je eigen kleur kiezen en aanpassen. Dan heb ik mooie zuidenwindlelies en die laat ik meelopen met de sierlijke lijnen van de lijn die je net hebt gemaakt. En dan kan je die gewoon weer bevestigen met een ijzerdraadje of een touwtje. Een van de twee aan de lijnen. Let wel op dat je het voorzichtig doet dat je hem daar nu niet knakt.
slinger heb ik al op verschillende DIY pakketten gebruikt. Maar ik blijf hem gewoon zo fantastisch leuk vinden. Omdat hij heel neutraal is. Hij eigenlijk bij elk bloemstuk past. En ja, lampjes in een kerststuk vind ik gewoon heel sfeervol. Dit is dan weer leuk met sterren en neutrale dennenappels en dat soort dingen. Dus daardoor past hij er heel mooi bij. En die ga ik er nog even aan toevoegen. En die kan je gewoon verdelen. Heb je nog steekschuim zichtbaar, kan je dat opvullen met gewoon kerstgroen. Wat je over hebt. Het handige aan deze lampjes is dat er al een batterijtje bij zit. Ideaal. Vaak dan koop je dit soort dingen en dan zit er geen batterij bij. En dan denk je dat je thuis nog batterijen hebt. Maar vaak is dat dan weer niet zo. Nou, hier zitten batterijen bij. Ideaal. Lijkt helemaal gezellig. Kastje stop je er gewoon een beetje bij tussen. En je versiert de slinger er gewoon omheen. Prachtig. Nou, dat is echt, ik vind het geweldig. Ik ga nog even wat laatste dingetjes kerstgroen erin steken om het steekschuim wat nog zichtbaar is even weg te werken. En dan hebben we een prachtig, luxe en mooi bloemstuk. Ik spray het bloemstuk altijd eventjes weer in met de Finishing Touch Spray. Staat ook weer in de webshop. Ook goed als het kerstgroen eventjes een beetje is ingedroogd. Kan je die dan net weer eventjes lekker opfrissen. Ook heel goed met mos, kerstgroen, wat dan ook. Dus ja, zeker goed om in huis te hebben. En ja, prachtig bloemstuk is het geworden. Ja, en ik heb eventjes de lampen uitgedaan, want kijk wat een sfeertje. Nu met de donkere dagen extra gezellig. Wil je dit nu zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Deze krijgt een plekje bij mij in huis, want dit is toch wel echt een favorietje. Heel neutraal, stoer, mooi en ook nog lang houdbaar. En ja, de lantaarn is elk seizoen weer te gebruiken. En ook deze techniek kan je eigenlijk heel vaak weer gebruiken. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het nou leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zien we mij de volgende keer weer. Doeg!